Parshat Ba'alotecha. In Ba'alotecha vinden we een heel scala van allerlei onderwerpen. Er wordt gesproken over de menorah, die iedere dag in het heiligdom werd aangestoken. Er wordt gesproken over de tocht door de woestijn, de trompetten, de shofar waarop geblazen werd. En hoe die toch dan plaatsvond. We lezen daar over Pesach Sheni. Mensen die niet in staat geweest waren om het Pesachoffer te brengen op 14 Nisan. En die dan herkansing krijgen op 15 Nisan. Op 15 Iyar, een maand later. En helemaal aan het einde vinden we, heel kort eigenlijk, dat Mirjam en Aaron iets zeggen over Moshe, heel goed bedoeld, maar toch hadden ze het niet mogen zeggen. Het valt toch een bepaald opzicht onder het begrip van kwaad spreken. Iets zeggen wat niet nodig is. En Hashem, God neemt dat Mirjam en Aaron kwalijk. En hij spreekt ze toe. En dan op een gegeven moment blijkt dat Mirjam melaats is geworden. Tsaraat heeft gekregen. En Moshe davent voor haar. Heel kort, indringend gebed. Ach God, alsjeblieft, maak haar beter. En dan gaat de tekst verder en zegt, Vayomer Hashem en Moshe, en God zei tegen Moshe, Va'avia, Yaruk Yarak Befanea, Alotik Alim Shifat Yamim. Als haar vader haar, Mirjam, in het gezicht gespuwd zou hebben, dan had ze zich toch beschaamd gevoeld gedurende 7 dagen. En daarom, Tisager Shifat Yamim, zal Mirjam afgezonderd zijn gedurende 7 dagen buiten het kampement. Daarna komt ze weer terug. En Rashi zegt dan daar, Wa'avia Yarok Yarak Befanea. Als dus inderdaad haar vader dat zo gedaan zou hebben, dan zou zij zich toch beschaamd hebben gevoeld. Kal Wachomer, zoveel te meer, La Shechina, als ze gestraft wordt door Gods majesteit. Dat zou dan moeten zijn Arba Asarion. Als het beledigen is door een vader, voelt ze zich beschaamd 7 dagen. Maar is het nu gekomen van God, dan zal ze zich toch zeker beschaamd voelen 14 dagen. Maar het is voldoende dat ze 7 dagen afgezonderd zijn. En daar zegt dan Rashi ook, de halachische regel, talmoedische regel, Dayo Laba Min Hadin Liyot Kanidon. Eigenlijk had het dus 14 dagen moeten zijn. Geleerd vanuit de 7 dagen. Maar bij de zoveel te meer redenering zeggen we voldoende om bij het zware geval daar ook toe te passen wat in het lichte geval gezegd wordt. Dus in het lichte geval 7 dagen, dan ook in het zware geval ook 7 dagen. Dat is het begrip van de kal wachomer, voldoende dat dus voor de wet komt dat wat in het lichte geval werd genoemd. En dat valt onder een van de 13 interpretatieregels zoals de Torah gelezen moet worden. Heel interessant, vaak in de Gemara, wanneer dus een kal wachomer, zoveel te meer redenering wordt gebracht. Maar dan moet je altijd oppassen. Maar dat hoeven wij niet te doen, maar we moeten het proberen te leren. Maar wat de geleerden dan doen, en dan soms blijkt dat dat wat een kal wachomer redenering lijkt, het helemaal geen kal wachomer redenering is. Ik geef een voorbeeld. Als iemand met een snelheid van 70 kilometer rijdt, en hij krijgt een bekeuring. Kal wachomer zoveel te meer, dat hij een bekeuring krijgt wanneer hij met een snelheid van 90 kilometer rijdt. Akkoord? Tuurlijk, dat is volkomen logisch. Ho. Waar geldt deze zoveel te meer redenering?
in de bebouwde kom, waar een snelheidslimiet geldt voor 50 kilometer. Als iemand dan 70 kilometer per uur rijdt, dan krijgt hij een bekeuring. Nou, zeker als hij 90 kilometer rijdt. Maar je zit buiten de bebouwde kom, de grote weg. En laten we zeggen, ik weet niet of dat precies zo is, maar dat de minimum, stel hij daar 80 kilometer is, ja, dan krijgt hij een bekeuring bij 70 kilometer, want hij rijdt te langzaam. Maar bij 90 kilometer krijgt hij geen bekeuring, want hij rijdt harder dan 80. Dus dat komt uiteraard niet in de kameraan voor, want zo hard kon dit kamelen niet lopen. En het is egeltjes, maar het is even een ridder even aan te geven, zo boeiend vaak, of altijd, in de kameraan, om dus dit soort redeneringen te volgen. En stil te worden van de scherpzinnigheid van de Mishnah en de Gemara geleerden. Dat allemaal even naar aanleiding van de parasha van aanstaande Shabbat, Baha'u'llah te gaan. Een van de psalmen die in het psalmprogramma van deze week voorkomt, is psalm 20. En u kan die psalm vinden op bladzijde 69. Hij wordt op gewone door de weekse dagen elke keer weer gezegd. Na Ashrei en voor Uvale Tzion. Lamaser mismole David. Het is bedoeld voor de menatseer, dus de koorleider. Een psalm van David, of opgedragen aan David. En het volk zegt tegen de koning, en zo legt Dasberg dat uit. Ja, anga Hashem yom tzara. Mogen God u verhoren in tijd van nood. Mogen hij u hulp zenden vanuit het heiligdom. En vanuit Sion u sterken. Mogen hij u geven wat uw hart wenst. En dat is wat het volk tot koning David zegt. En dan spreekt het volk tot God. En wij verklaren. Wij zullen juichen om uw hulp. En wat is de reactie van de koning? De koning zegt, ja, nu weet ik dat God zijn gezelfde helpt, dat hij mij uit de hemel zal verhoren met zijn machtige, helpende hand. Zij die vertrouwen op wagens, op paarden, dus op aardse wapens, nee, wij willen, wel is het nodig, maar vooral willen wij denken aan God. En daarom ook smeekt de koning, God help toch, antwoord ons, nu wij roepen. Het is een psalm die dan gericht is op koning David, maar het is uiteraard ook een psalm die voor ons geldt, om elke keer weer te zeggen, en als er problemen zijn en er gebeuren nare dingen, of iemand is ernstig ziek, en we gaan psalmen zeggen, je ziet eigenlijk al vaak een openingspsalm. Ja, anga Hashem b'yom tzara. God, alsjeblieft, wil antwoorden op dagen van ellende. Yishlach Yisrach HaMikodesh. Stuur uw hulp van boven. Om iets Zion is te dekken. Vanuit heiligdom en vanuit Zion zult u helpen. En dan, God, en we beloven dat, Naranana Bishuwa tegen, dan zullen we juichen om de hulp die u hebt gegeven. Het is een psalm die iedereen in zijn leven weet dat er momenten zijn, persoonlijk om dat te zeggen, maar we zeggen dit in het meervoud. We zijn altijd van mensen die die extra hulp van God nodig hebben. En daarom steeds weer dat we die psalm, liefst met Minyan in Shul, maar je mag het ook persoonlijk alleen, dat we die psalm uitspreken met die prachtige inhoud waar we nu over spraken. Hij heerst in alle tijden, hoog laag in alle zijden. En dan gaan we kijken wat
de Shiotanya is van deze week. En we gaan naar het eerste hoofdstuk van Shara Yichud Vahemuna. Daar spreekt de Alte Rebbe, de Baal HaTanya, over het begrip geloof en vertrouwen. Hij citeert een pasuk uit Psalm 119. Le'olam Hashem, de waragan nitzav bashamayim. Altijd God, staat uw woord in de hemel. Wat mag dat betekenen? Uw woord, God, staat altijd in de hemel. Maar de Rebbe citeert dan de Baal Shem Tov. En die legt uit. Tevot, de waragan she'amarta. De woorden waarmee u hebt gezegd, Jihi rakia betoch hamayim, er zal een uitspansel zijn te midden van het water, dus tussen het hogere en het lagere water. Die woorden, tevot veotiyot elu, die woorden en die letters, nitzavot veomedot leolam betoch rakia hashamayim. Die woorden staan als het ware nog altijd in de hemelen. Anders gezegd, God zei en het was er. Maar niet alleen hij zei en het was er, maar hij zegt en het is er. Als de Torah de schepping omschrijft met Vayomer Elohim, Yehi Or, God zei, er zal licht zijn. Vayomer Elohim, God zei, Yehi Rakia, er zal een uitspansel zijn. Dat zeggen, wat is dat zeggen? Is toch niemand tegen wie wat gezegd werd? Nee, het zeggen is het scheppen. En zoals een woord alleen maar bestaat zolang het uitgesproken wordt, zo bestaat het goddelijke woord, datgene dat tot stand gekomen is, dankzij het feit dat God als het ware dat steeds opnieuw zegt. Dat is het begrip van continue schepping. Steeds opnieuw. En deze 12 hoofdstukken van Shara Yichud Vahemuna, van het tweede deel van het boek Tanya, gaat de Rebbe daar diep, diep op in. Schitterend. En het komt zo prachtig overeen met moderne inzichten van wat materie en energie eigenlijk zijn. E is MC kwadraat. M is EMC kwadraat. Hij heerst in alle tijden, hoog laag in alle zijden. Ik hoop dat u aandachtig hebt geluisterd en niet met uw hoofd in Brazilië zit, want nu gaat het WK beginnen. Wat moeten we daarmee? Nou, ik stel me voor, als Nederland eindelijk daar in de finale is en dit keer nou eindelijk een keertje wel wereldkampioen gaat worden. Ik zit daar in dat schitterende stadion, te midden van tienduizenden mensen. En van alle kanten wordt het natuurlijk opgenomen. Honderden miljoenen mensen die kijken. Ik ben maar één van die tienduizenden in dat stadion. Ik ben maar één van die honderden miljoenen mensen die naar de wedstrijd kijken. Dat maakt ook niks uit. Wie ben ik? Daar komt het Nederlands elftal het veld op. En plotseling hoor ik zeggen, wil meneer Vorst even hier komen? Vanuit het hele stadion word ik geroepen. En alle mensen kijken hoe ik naar dat veld kom. Naar dat veld komt. En al die honderden miljoenen mensen zien het ook. En daar staat de aanvoerder van het Nederlands elftal. En hij vraagt aan mij. Doe me een plezier. Kan je even de veters van mijn schoen vastmaken? Dat is eigenlijk ontzettend onbelangrijk. Veters van de schoen vastmaken. Ja, maar dat ik dat mag doen.
Ja. Daarmee ben ik iemand geworden. Ik ben niet een van die honderden miljoenen mensen. Nee, ik ben iemand. Ik heb een opdracht gekregen. Ik ben in de ogen van die aanvoerder. En van de andere 10 ook. Ben ik iemand. Geweldig. Geweldig. Ja. Zo moet iedereen redeneren. Bishvili nivra ha'olam. Voor mij is de wereld geschapen. Al die miljoenen, miljarden mensen in de wereld. Die er nu zijn en die ervaren. Voor mij heeft God de wereld geschapen. Het mag een kleinigheid zijn wat ik voor God moet doen. Wat is dat dan in zijn ogen? Nog een dubbeltje geven aan Sedaka. En nog iemand de straat over helpen, noem maar op. Of die tefillin te leggen. Of de Shabbeskaars aan te steken. Het zijn van die gewone handelingetjes. Ja. Maar als God daarom vraagt. Dan ben je iemand. Niet zo bedoel ik het, maar dan ben je in alle eenvoud, weet je dat dat jouw taak is. Dat geeft een vreugde, dat geeft een simge, geweldig. Of Nederlands kampioen wordt, weet ik niet. Wacht er verder maar af. En misschien weet u het intussen al. Maar dat wens ik u in ieder geval een Shabbat Shalom. In alle tijden, hoog laag in alle zijden, that's where he can be found, Hashem Echad.